Ja, hoe je het kind moet aanleggen, dat je een rustige omgeving moet creëren. Vooral omdat we tegenwoordig heel veel op social media zitten. Dat je echt aandacht moet pakken of nemen om dat één-op-één contact met je kind te krijgen. Om zo je goede borstvoeding de eerste 3 dagen vooral te stimuleren. Ik denk dat we nu allebei goed geïnformeerd zijn. Dat hij mij ook kan ondersteunen als ik dingen mis of niet weet. En als het misschien voor mij stressvol is, dat hij een beetje de rust kan brengen. Omdat hij mij dan op die manier kan ondersteunen. Hoi papa. Ja? Het mooiste aan borstvoeding vind ik het samen zijn met het kindje. En dat ik hem ook kan troosten als hij verdrietig is. Dat helpt eigenlijk altijd. Ik vind het echt het allermooiste wat er is als het gaat om moederschap. Het is zo'n bijzondere verbintenis. Het is zo mooi hoe je met vraag en aanbod je afstemt op je baby en op je kindje. En hoe je daar samen in ontwikkelt. Samen daarvan leert. Ja, ik vind het echt... Ik zou het iedere moeder gunnen om dit te mogen ervaren. Ik moet eerst zeggen dat ik ook aan het begin echt wel zoiets had van ik ga het proberen. Omdat je nog inderdaad uit de omgeving allerlei verhalen hoort van nou ja, het levert stress op, je kan niet slapen. Dus dan ben je een beetje huiverig voor. Dus dan ga je automatisch zeggen ik ga het proberen. Maar uit deze masterclass heb ik eigenlijk een beetje begrepen dat het gewoon een kwestie is van doen is. En dat je vanzelf wel ja, ziet hoe het loopt eigenlijk. Ja, gewoon dat moment met je kindje samen en dat je zo'n mooie band samen kan opbouwen. Gewoon genieten. Ja. Ik heb 2 kindjes. Bij mijn zoontje ben ik naar 6 weken overgestapt op flesvoeding. En dat vond ik heel erg, maar ik had zoveel stressfactoren dat het gewoon niet ging. Bij mijn dochter dacht ik, nou nu ga ik het echt gewoon goed doen. En ja, het is vanaf het begin af aan echt geweldig gelopen. Geen ontsteking gehad en relaxed. En als ik 's avonds eventjes tv wil kijken en ik wil geen huilende baby, plop. Dan plug ik het in en ik vind het zitten wel 1000 voordelen aan. Ik merk gewoon dat de band heel veel sterker is. Want ik kan het vergelijken natuurlijk, omdat ik bij mijn zoontje vooral flesvoeding heb gegeven. Heel veel sterker en bijzonderder met borstvoeding.